Voorlopig heeft het vliegtuig nog een klassieke motor, maar wel een die veel zuiniger, sneller en stiller is. En heel binnenkort krijgt het een hybride motor en later alleen batterijen. Luc de Smet. Een revolutionair vliegtuigje boven Kortrijk, de Pantera. Dat heeft een heel speciale aerodynamische vorm en bijzondere vliegeigenschappen. Het was een wevelgem om bedrijven met een eigen vliegtuig en piloten te overtuigen. Het toestel is zeer soepel. Het vliegt zeer gemakkelijk. Het is zeer hanteerbaar. Het vliegt verschrikkelijk snel. Eigenlijk haal je daar wel 333 km per uur uit. Het is een toestel dat speciaal ontworpen is om ecologischer te vliegen. Het verbruik van de klassieke benzinemotor is bijna gehalveerd. En volgend jaar al komt er een hybride versie. Hybride wil zeggen dat we een elektrische motor hebben waar we dan zeg maar mee opstijgen. Totdat we op cruising altitude zitten. En dan vliegen we verder waar de normale motor in komt. We blijven elektrische aandrijving houden. Maar de motor is eigenlijk als een hybride auto, zorgt dan op dat moment voor de generatie van de elektriciteit. Maar de Sloveense vliegtuigbouwer heeft ervaring met elektrische vliegtuigen. En voor een prototype hebben ze de groene energieprijs van de NASA gekregen. De Pantera komt binnenkort in een elektrische versie. Qua snelheid doet het zeker niet onder. En het heeft soms zelfs wat meer klimvermogen, omdat men zelf nog meer vermogen aan boord heeft. Het voordeel van een elektrische motor is dat ze heel kort hele grote vermogens kunnen leveren, waardoor je eigenlijk betere prestaties hebt. Het elektrische vliegtuig is geen toekomstmuziek. Als we naar een volledige elektrische versie gaan, dan zijn we nog beperkt in de afstand die we kunnen vliegen. Met de verbetering van de batterijtechniek zal uiteindelijk die afstand ook toenemen. De gewone Pantera kost wel zo'n 400.000 euro. De elektrische versie zal meer dan een half miljoen kosten.